Ik geef graag het woord aan minister-president Geert Bourgeois. Op de vierde maandag van september opent minister-president Geert Bourgeois het parlementaire jaar met de septemberverklaring. De regering Bourgeois gaat daarmee het laatste jaar van haar regeertermijn in. In de toespraak laat de minister-president zijn licht schijnen op de algemene maatschappelijke situatie en de begroting. Vlaanderen staat er goed voor, dames en heren. Vlaanderen staat er beter voor dan een jaar geleden. Volg live het officiële startschot van het nieuwe werkjaar van het Vlaams parlement. Maandag 24 september om 14 uur. Ik dank u allen zeer. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.